Wat is dat hier? Was toch training? Xavier is er weer niet, hè? Xavier, dat is wel de derde keer op een rij, hè? Ja, maar aan zo'n trainer, daar hebben wij niks aan, hè? Ik vind dat niet erg als hij zijn training niet doorgaat. Ah, nee, want dan staat jij weer vol blauwe plekken en dan mag ik niet aan u komen, want dat doet pijn. Hé, Marks? Allee, Blieke, die kan het niet tegen. Hallo. Pascalke, ja. Tournee-generaal, hè? Mannetjes, luister eens. Hela, we hebben groot nieuws, hè. Ah, ja. De lotto gewonnen? Misschien. De lotto gewonnen of die geld op de training moeten zijn. Ja. En als sponsor en als voorzitter zal ik daarbij conclusies uittrekken. Ja, maar deze is een geval van overmacht, hè, meneer de voorzitter. Ik zal het wel vertellen, Sjoeke. Hier, zeg, lest jij uw dorst maar, hè? Onze Xavier is door het leger uitgekozen. Op de vuilnisbakken buiten te zetten? Nee, ja. Om de hoofdrol te spelen in een film. Oh. Ja. Oh. Ha! Xavier, filmster. Mijn gedacht. Gedacht, Xavier. Gaat jij meespelen in een film? Ja. Een promotiefilm, hè. Ze willen de militair tonen als sympathieke burger, zo bij hem thuis, bezig met zijn hobby's. Ja. En omdat onze Xavier de sympathiekste militair is van heel het leger, hebben ze hem gekozen. Hey, dat is tof. Zeg, dan word jij een tweede Jean-Claude Van Damme. Ja. En hij niet alleen, hè, Bieke, ik ook. Hè. Ah, allez, dan heb je ineens ook een tweede John Collins. Ja. Een film van het leger, dat doet je toch niet aan mee, zeker? Nee, waarom niet? Uit principe niet, daarom niet. Ja, Paul heeft gelijk. Ze gaan u gewoon gebruiken voor hun eigen profijt. Ja. Denk er nog maar eens goed over na. Zeg, milieuboxke, die is al goed, hè? Oh, wij spelen wel mee. Dat is de kans van ons leven. Ja. Dat is toch niet zo erg, Paul? Ze komen gewoon filmen bij mij thuis en hier op het voetbalveld. Wat, hier op het voetbalveld? Oh, ja. Zeg. Maar dan kunnen ze hier ook komen filmen. Ja, natuurlijk. Hier overal in de buurt. Hè. Oh. Pascalke, die tournee-generaal, ja. Dat is voor mijn rekening. Hè. Oh. En ik geef Carmenneke en Xavierke nog een extra. Oh. Xavierke, kameraad. Met dat filmpje gaan wij een Oscar winnen. Hoe is dat nu mogelijk? Er zit zelfs geen olie meer in. En die bot is zelfs plat. Maar, Dimitri, wat doe jij nu? Jij stapt met een band kapot. Ik wil een band kapot stampen? Die was al kapot en al de rest ook. Even auto is een frak, Xavier. Doet je maar op, dat stort. Ja, maar je kunt hier toch nog maken, hè? Ja, het spijt me, Xavier. Ik ben maar een simpele mens. En voor mirakels, dat moet je boven zijn. Ja, maar dat kan niet zonder auto. Dat moet toch niet? Xavier, als ik een goede raad mag geven. Koopt u een nieuwe occasie? Ja, dat zal niet gaan. Ik kan mij dat nu niet permitteren. Maar dat moet niet zoveel kosten. Hier. Ik heb occasies in alle prijsklassen en voor alle lagen van de bevolking. Dat gaat niet. Ons Carmen vindt dat ze nieuwe kleren moet hebben. Wat is het belangrijkste? Een nieuwe auto of een kleedje voor Carmen? Ja, maar ik zou het wel weten, maar nu zal ik ons Carmen niet kunnen overtuigen. En nu dat wij mee gaan doen in een film. Mee gaan doen in een film? Ja. Als de man zonder auto, zeker. Allee, kunt jij nu echt niks aan mijn auto doen? Alleen een specialist gelijk jij. Ik kan dat 1000 frank voor geven als oud-ijzer. Denk nog maar eens goed na voor mijn voorstel. Filmster. 1000 frank? Dat is nog niet genoeg om een nieuwe band te kopen. Zie, die Xavier probeert bewijs te maken dat hij filmster gaat worden. Oh ja, maar dat is waar, hoor. Ja? En wat gaat hem spelen? Fred Flintstone? Xavier krijgt een hoofdrol in een film van het leger. De film van het leger? Ja, wow, zoiets onnozels. Een reportage om mensen voor het beroepsleger te werven. Een reclamefilmpje, hè. Reclame? Ja, ze gaan Xavier filmen op zijn werk, bij hem thuis, bij zijn vrienden. Bij zijn garagist. Stommerik, hè. Ja, dat vind ik ook. Ik zou nooit aan zo'n komedie willen meedoen, hoor. Nee, hij niet. Ik ben een stommerik. Dan is het toch nog waar dat de wijsheid met de jaren komt, hè. Misschien, hè. Misschien is er toch nog iets aan die wagen te doen, hè. Ik dacht dat het alleen maar goed was voor het stort. Voor een goede klant kunt je altijd iets smeren, Doortje. Dus, mijn goede vriend kolonel van de Zijpen, jij kunt er niet voor zorgen dat ik een rolletje heb in die film, omdat je je zogezegd niet bemoeit op het artistieke vlag? Allee, kom eens, zeg. Hoe aan de betrokkenen zelf? Moet ik dat aan Xavier vragen? Ja, maar dat is geen probleem, hè.
Overdag ga ik jullie langer ophouden. Zeg, bedankt voor het advies. Dag. Oh, sorry dat ik te laat ben, hè, meneer Boma, maar ik moest nog van alles... Laat mij u helpen, Karpenneke. Ik zal uw pakjes pakken. Oh. Zet u. Oh, amai. Oh, je ziet er boekens uit. Zal ik u een koffieke maken? Een koffieke? Scheelt er iets? Appelagri, ik wil u goed soigneren, dat is alles. Oh, in dat geval mag je mij een cognacje geven. Een cognacje. Ik heb daarnet nog getelefoneerd met mijn goede vriend, kolonel van de Zijpen. En hij vond het ook geen slecht gedacht dat ik zou meespelen in die film. Jij? Oh, moeten er in die film ook vrouwen versierd worden? Nee, Karpenneke. Ik ben toch de sponsor van de ploeg. En dat is toch een belangrijke functie, hè? Ja, ja, maar die film die gaat over ons, hè? En niet over de kampioenen. Of wilde jij ons ook sponsoren misschien? Ah, daar valt over te praten. Ik zou wat alles voor u kunnen doen. Je gaat toch geen oneerbare voorstellen doen, hè? Nee. Oh, santé, hè? Ja. Bon, laat mij eens denken. Ik zou bijvoorbeeld mijn broebelbad kunnen laten vollopen. Dus toch een oneerbaar voorstel. Pardon? Zeg, jij denkt toch niet dat ik een van die actrices ben die met de eerste en beste geldschieter in hun broebelbad kruipt? Maar dat bedoel ik niet, Karpenneke. Ik bedoel, jij zou dat gewoon mogen gebruiken. Oh. Is dat geen schoon zesde van mij? Ja, maar ik moet de badkamer nog kuisen. Oh. De badkamer? Dat zal ik toch wel doen. Blijf rustig zitten, Karpenneke. Ja, de. Mijn gedacht. School. Amai, Pascal, wat krijgen we nu? Xavier en zijn regisseur gaan komen. Maar dat is toch niks speciaals? Doortje, dat is hoogbezoek. Trouwens, ik ben eens curieus hoe die regisseur er gaat uitzien. Je bent toch weer niks van plan? Voor ons ma is geen enkele man meer veilig tegenwoordig. Wieke, oude fatsoen. Wieke? Middag allemaal. Kapitein, wat is dit? Wieke, kunt je ons iets inschenken? Ja. Ik ben mevrouw Krukke. Zeer aangenaam. Kapitein Versluis, aangenaam. Kapitein? Oh. Bea, wil je voor de heren eens een cocktail maison maken? Fantastisch, waterslagers. Dit is de gedroomde locatie voor de film. Ja, ik weet het, kapitein. Ik kom hier ook zeer graag. Ja, kapitein. Xavier is een goede vriend des huizes. En als u mijn etablissement kunt gebruiken in uw film, dan zegt u het maar. Het leger zou dat ten zeerste op prijs stellen, mevrouw. Pas maar op, Pascal. Want als het leger ergens binnenvalt, krijg je ze niet meer buiten. Ik doe met mijn café wat ik wil. En als kapitein Versluis mijn café de gedroomde locatie vindt, dan kan hij het krijgen met alles erop en eraan. Maar mevrouw, het is perfect. Het is zo ordinair. Zo plat, volks. Dat vind je bijna nergens meer. Allee, zie. Oh, aan het puzzelen, Dimitri? Nee, ik probeer die auto van Xavier te repareren. Dat is toch straf, hè? Dat je van een wrak terug een auto kunt maken alleen maar omdat je wilt meedoen in zijn film. Film of geen film, maar mij is de klantkoning. Als jij er wel bij vaart, zeker. Ja, voor wat? Hoort wat de doodje? Wilt je nu eindelijk eens gaan werken? Dimitri. Ja, wat is het? Ook Xavier. Pardon. Ik heb heel groot nieuws voor u. Die auto die kan toch nog gemaakt worden. Is dat mijn auto? Oh, dat zijn nog een paar onderdeeltjes die ik in elkaar moet zetten en dan is weer alles picobello in orde. Ja, 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 maar zo te zien gaat dat een hoop geld kosten, hè? Xavier, jij moet mij niks betalen. Ik niks betalen? Nul de botten. Dat is toch wel een keer een cadeau, hè?
Waar heb ik dat aan verdiend? Jij bent anders toch niet zo vrijgevig? Jij moet niks betalen als hij een beetje reclame mag maken in uw film. Doortje naar uw bureau en ik zeg het niet meer, hè. Het kan vervelend zijn, hè. Zeg, maar wat vind je van haar idee? Ik vind dat geen slecht idee. Afgesproken, hè? Ons Carmen ziet ook graag zo van die schapenvelletjes over de zetels. Weet je wat? Ze krijgt die van mij gratis voor niks. En ze had ook liever een andere kleur. Een gele. Carmen wil een gele? Ze krijgt een gele. Ik ga die auto vollediger spuiten in ruil voor een klein beetje reclame in uw film. He? Ik zal het onthouden. He? Xavier, ik ga dat nooit vergeten. Kan er ook nog een droogkuis af? Kunt jij mij deze namiddag een paar uurtjes komen helpen, Mark? Ikke? Als het is om dat café te veranderen, dan gaat dat niet door. En Mark? Wel, ik... En waarom niet? Omdat het perfect is zoals het nu is. Je hebt het de kapitein toch zelf horen zeggen? De kapitein zal het nog veel perfecter vinden als we er een taverne van maken. Pieke, je wilt toch niet dat de mensen zeggen dat ons café ordinair is, hè? Mof, wat de mensen zeggen, dat interesseert ons niet. Hé, Mark? Dat interesseert Mark wel, hé, Markske? Janik. Ja, Mark? Ja, Mark, zeg uw gedacht maar. Je moet u niet laten beïnvloeden door ons beheer. Wel, ik... Ja? Ik moet dringend naar de wc en ik kan niet nadenken als ik moet plassen. Allee, wat vind je hiervan? Huh? Ik weet niet. Is een beetje van de korte kant, niet? Vinden? Ik weet niet. Ik heb er toch al gezien die veel korter waren. Ja, daar zaten dan waarschijnlijk veel langere benen in, hè? Ik weet het niet meer, hè. Gaat dat kleed met die gouden plaatjes eens halen? Allee. Oh, die een ijzerwinkel. Komt in orde, Sjoe. Ja, kom maar binnen, hè. Surprise! Oh, meneer Goma, wat kom jij hier doen? Een cadeau voor u. Merci. En eentje voor Xavier. Oh, zeg meneer Goma, houd dat eens even voor. Zeg, ga mij dat alsjeblieft, ik ben geen travestie, hè. Allee, kom, doe niet voor alles, zeg. Oh, wel, dat staat u niet slecht, madame Boma. Nee. Xavier, ja, maar... luister een keer hier, hè. Het is dankzij mij dat jij trainer geworden bent, hè. Zou je toch wel niet vergeten, hè? Nee. En uw vrouw weg bij mij, hè? Ja, aan condities van voor de oorlog. Ja, dat is logisch. Lekker, Benneke. Oh? Maar als sponsor van uw ploeg en als werkgever van uw vrouw, reken ik erop dat ik mag meespelen in uw film. Wat denkt jij, Carmen? Ja, als ik opslag krijg. En twee keer per week in uw broebelbad mag. Dat mag. En als ik na elke match aan alle spelers een tournee-generaal mag geven op uw kosten? Dat mag. Als ik mag meespelen in uw film. Dat mag. Test. 1, 2. Dus, test. Al de bekers. Test. Ja, het uitslagenbord. Die jukebox hier. En de planten. Voilà. En de shotterkes. En de tafelkleedjes, allemaal de deur uit. Die tafelkleedjes zijn pas nieuw. Bieke, die zijn te ordinair. Begint gij eens met de planten buiten te zetten? Hm? Dat zal niet gaan, hè, ma. Ik heb zelfs een interview en ik moet mij nog prepareren. Ja, als je nu eerst die planten buiten zet, dan kunt je daarna nog zoveel prepareren als je zelf wilt. Voilà. Je kunt toch niet zonder planten in een café? Mark, zet die planten terug. Die planten benemen het zicht. Mark, zet ze buiten. Ik heb u die cadeau gedaan, hè. Mark, zet ze terug. Bieke, dat was heel lief, maar nu moeten ze buiten. Mark. Ik geef u nooit geen cadeaus meer, hè. Mark. Mark. Ah, hier ze. Nog wandelen aan de tak. Carmen, ik ben blij dat je er bent. Hier. Ja, maar Mark. Zeg. Ik vond het heel plezant, maar mijn werk gaat voor, hè. Ja, Mark, ze gaan mij interviewen voor Radio Hallo. Ik heb dat zo met hem afgesproken. Test. 1, 2, ja. Test. Kom. Test. Klaar, Carmen? Ja, ik ben klaar. Ja. En ons nee roken ook, hè. Ja, luisteraars, dit is Mark voor Radio Hallo met een rechtstreeks interview vanuit de gezellige kroeg. Café. Taverne.
Vanuit de gezellige taverne dus van FC De Kampioenen. Naast mij zit Carmen Waterslagers, de actrice in de film. Pardon, de hoofdactrice van de film. De hoofdactrice dus in de film. En Nero speelt mee als mijn hondje. Ja. Nero is dus de hond van Carmen. Die... Waarin ook mijn man Xavier een rol speelt. Hij speelt namelijk de rol van mijn man. En ik speel de echtgenote, dus de vrouw van mijn man. Van Xavier dus, hè. In de film waarin Nero een hond speelt. Mijn hondje dus, hè. Ja, voor alle duidelijkheid, luisteraars, draait hem in de film dus allemaal rond Carmen Waterslagers en haar hond Nero. Juist. Dat heeft hem goed gezegd, hè, Nero. Ah, Doortje. En, wat vind je ervan? Dat is precies de nieuwe. Ja, dat is de nieuwe. Ik heb ze ongeveer alles vervangen. Aha. Ja, maar zijn band staat wel nog plat, hè? Ja, maar hij krijgt een extra nieuwe occasieband, hè? Zeg, heb je de velkens al gezien? Dat is echt namaakschaap. Bravo! Hey, Paul. Schone auto, hè? Ja, ja, dat is zo een en meer conditioning, hè? Een paar nieuwe scharieren, dat is weer gefixt. Oh, schijnheilig. En anders doet je nooit zoveel moeite voor je klanten. Ja, een mens kan veranderen, hè, Doortje. Oh ja, geef mij dan maar eens opslag. Geld. Is er nu echt alles waar jij kunt aan denken? Ik? Jij bent de geldwolf, ja? Als je daar nog lang blijft staan, hè, dan zal ik het aftrekken van je uren. Oh, ik ben al weg. Afzetter, hè. Saltschara! Is er nu een manier om je personeel te behandelen? Je bent precies een vampier, hè? En jij? Neefje van de vampier. Oh, maar jullie voelen mij precies weer in de broes, hè? Wat gaat het doen? Bedankt, hè, Paul. Waarvoor? Ah, omdat je mij zo verdedigd hebt. Boah, dat is niks. Ik vond gewoon dat jij gelijk had. Oh. Zeg, Paul. Ik ben... Ik ben een beetje in de war. Ik ook, Doortje. Ja. Ik ook. Ja, jij ook? Dus je bedoelt dat jij ook? Ja. Oh, ja, maar wacht, hè. Dat jij hetzelfde als ik? Ja. Oh, Paul. Ik ben ook totaal in de war. Oh. Ik begrijp niet waarom Xavier zich zo laat doen. Begrijp jij er nu iets van, Doortje? Ja, maar ik begrijp ook dat mannen nergens iets van begrijpen. Zelfs niet van het simpelste dat er is. Wat bedoelt je? Oh, onnozelaar. Onnozel? Ik, hè? Geluid klaar. Geluid klaar, kapitein. Camera klaar. Camera klaar, kapitein. Waterflaggers, klaar. Ja, en actie. Carmen, de koffie staat klaar en het ontbijt is ingeschonken. Stop! Waterslagers, uw tekst is... De koffie is ingeschonken. Het ontbijt staat klaar, je kunt komen eten. Begrepen? Jawel, ik heb... Oh. En actie! Carmen, het ontbijt staat klaar. Je kunt koffie komen eten. Stop! De koffie is ingeschonken. Ja, het zijn de zenuwen, kapitein. Waterslagers, mijn geduld raakt op. Ja, dat van mij ook, zo. Wat was dat, Waterslagers? Nee, niks. Ik ben klaar, kapitein. En actie. Carmen, het ontbijt staat klaar. De koffie is ingeschonken. Ja, Sjoeke. Heb je mij nodig? Ik ben er al. Stop! Nee, mevrouw Waterslagers. Het is de bedoeling dat je net uit bed bent opgestaan. U moet uw slaapkledij nog aan hebben. Zeg, jij wilt toch niet dat ik in mijn blote aan tafel kom, eens? Oké, wij stoppen hier met filmen. Ja, je hebt nog niks gefilmd. Wij gaan nu over tot het filmen van een training en daarna doen we nog een scène in het café onder de vrienden. Zeg, moet ik mij daarvoor zo optutten? Jij weet niet hoeveel tijd dat gekost heeft, zeker? Het spijt me, mevrouw Waterslagers. Misschien kunt jij die avondjurk nog aan voor de café zijn. Ja, ik kan toch moeilijk twee keer hetzelfde aandoen, zeg. Oh, triestige boefer.
Koffie, kapitein? Nee. Ik weiger zo rond dat veld te lopen. Dat is toch normaal, Doodje? Dat ziet je toch overal zo van die sandwichvrouwen? Ja, ik doe daar niet aan mee en daarmee uit. Oh. Zeg, als werknemer zijt je verplicht te doen wat uw werkgever u vraagt, hè? Oh. Doortje moet niks doen wat ze niet wil. Doortje werkt hier. Toch niet als reclamepaneel. De promotie is een onderdeel van haar job. En voor u heb ik buiten ook nog een klaborde staan, hè? Voor mij? Je wilt toch nu meedoen met opnames van die trainingen. En vermits dat je praktisch voor niks woont, mogen we toch ook wel eens een plezierje doen, hè? Vergeet het, nonkel. Als ik als sandwich met het veld op moet, dan zal ik zelf wel voor een slogan zorgen. Zo. Oh ja, zo. Koop bij DDT en je zit in de puree. Hè? Ja. Bij DDT niemand tevreden. Daar een schepsels. Ja. Als ze niet willen meewerken, tegenwerken zullen ze ook niet. Voilà. Hey, wat doet hij nu? Tje, heeft ons opgesloten? Dat zal niet lang duren. Ja, maar dat kun je ook niet doen, hè, Paul? Kom. En wat dan wel? Wij zitten hier opgesloten. Ja, dan zouden we moeten wachten tot iemand de deur komt openmaken, hè? Dat kan nog uren duren. Ja. Scène 2, take 15. Mevrouw Waterslagers. Kunnen wij misschien nog eens proberen? Oh ja, dat zeker, natuurlijk. Goed luisteren naar de trainer, mannetjes. Ja, ja. Allee, doe het goed, Sjoeke. Klaar, sergeant Waterslagers? Jawel, kapitein. En actie! Mannen, luister goed. Ik doe dit één keer voor en pas op, maar één keer, hè. Het is al de 15e keer. Wij leren nu de Maradona Pass. Gedribbeld links, rechts. En je speelt een bal met je rechtervoet achter je linkersteunbeen door. En je geeft de pass met de linkerkant van je rechtervoet naar de vrijstaande maat. Begrepen? Kijk goed. Waterslagers, dat trekt op niks. Ik ben Maradona niet, hè. Wat was dat, waterslagers? Dat trekt op niks, kapitein regisseur. En er valt hier niks te lachen, begrepen? Zeker, meneer. Regisseur, kapitein. Waterslagers, op uw plaats! Camera! Camera loopt, kapitein. Kijk, daar niet. Scène 2, take 16. En actie! Mannen, ik doe dit één keer voor en pas op, maar één keer, hè. Stop! Wat heeft dat nu weer te betekenen? Oh. Ja, voor de training geef ik ze altijd Boba-worst. Want Boba-worst bevat alle nodige elementen voor een gezond evenwicht tussen lichaam en geest. Haal die man hier weg! Ja, maar kapitein. Dit is worst eerste klasse. Het is prima kwaliteit. Proef een keer. Meneer, wij proberen hier te filmen. En dat is zo al moeilijk genoeg. Ja. Zal ik het nu wel helpen versluisken, hè? Burgers. Zal ik dat wel voor u doen, hè, Sjoeke? Ja, maar Carmenneke... Ja, nee, concentreert jij maar op je spel, hè? Allee, vooruit. Camera! Camera klaar. Scène 2, take 17. Ja, allee, het is goed. Mannen, luister goed. De trainer doet dit ene keer voor. En pas op, maar één keer, hè. Allee, Sjoeke, begint er maar aan, hè. Stop, gedaan, afgelopen! Ja, maar het was toch goed? Heb je dat niet gezien? Ik moet dat niet meer zien, madame, en ik wil dat ook niet meer zien.
Er is toch een boever? Sergeant Waterslagers. Jawel, kapitein. Regisseur. Wij gaan nu de café-scène doen. En dat is uw laatste kans, begrepen? Jawel, kapitein. Regisseur. Mannen, we gaan nu naar het café. Hey! En let goed op. Ik doe dat één keer voor. Maar pas op. Maar één keer, hè? Zeg, mannen, dat was toch goed in beeld, hè? Ik bedoel, kapitein, de laatste keer. Wat is hier gebeurd? Ja, ik verschiet even hard als u, kapitein. Wel, meneer de regisseur, wat vindt u van mijn taverne? Het is toch veel beter zo, nietwaar? Maar ik wil geen taverne, mevrouw. Waar is dat ordinair café naartoe? Pardon, mijn café is niet ordinair. Oké, genoeg is genoeg. Wij stoppen ermee. Waterslagers. Jawel, kapitein. Gij zult hier nog van horen, dat beloof ik u. Begrepen? Jawel, kapitein. Oh, maar zeg. Kapitein. Ja, maar... Balthazar, laat maar. Dat hij maar gaat filmen in een ordinair café. Ja, Xavier, je hebt hier weer de noodvogel afgeschoten. Hè? Ja, maar alleen, dat ligt toch niet aan mij, hè? Nee, dat ligt aan die brutse regisseur, hè? Oh, dat amateurkekind zijn vak niet, hè? Oh, zeg. Amai, zeg. Xavier. Die auto is weer picobello in orde, hè? En zoals afgesproken, helemaal gratis voor niks. Merci, Dimitri. Ik zal die gest nooit vergeten. Zie, ik ben de mannen van de filmploeg buiten tegengekomen. Wanneer beginnen ze hier te filmen? Beginnen? Je wordt niet meer gefilmd. Xavier Castallone is gebuist in zijn filmsterrexamen. Je wilt toch niet zeggen dat die film niet doorgaat? Spijtig, hè? Maar wie betaalt al mijn werk aan uw auto? Oeh, mijn auto. Dat was toch gratis voor niks, hè? Beloofd is beloofd. En ik kan er niet aan doen dat die film niet doorgaat. Het is niet waar, hè? Verdomme, hè? Ik zou maar een andere garagist zoeken, Xavier. Ja, maar ik heb geen garagist nodig. Mijn auto is picobello in orde. Allee, zeg, hoe zit dat met die beloofde tournee-generaal? 44... 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bedankt, Doortje. Oh. Dat kan hier nog uren duren voordat er iemand die deur komt openmaken, hè? Vind jij dat erg om hier zo met mij opgesloten te zitten? Nee. Maar als hier binnen het kwartier niemand komt, dan forceer ik die deur. Zeg, Paul, weet jij dat dat de eerste keer is dat wij zo samen alleen zijn? Oh ja, er zal nogal over geroddeld worden, hè. En zou jij dat erg vinden, Paul? Oh, wacht tot ik dat stukje garagist te pakken krijg. Zeg, Paul. Nu dat wij hier zo samen alleen zijn, is het misschien het moment om eens kennis te maken, hè? Ik ken u toch al, hè, Doortje? Ja, maar er is kennen en kennen, hè, Paul. Je kunt iemand kennen zonder haar echt te kennen. Oh, ja. En als je haar zou leren kennen, hè, dan zou je toch weten wat je allemaal gemist hebt als je haar niet had gekend. En als je haar dan niet... Doortje, voelt je je wel goed? Oh, ja, Paul. Ja, maar ik zou me nog zoveel beter voelen als we... Ja, zeg het maar, Doortje. Hm? Paul... Ik ben... Dimitri, wat kon jij hier doen? Ik woon hier, is gepermitteerd. Je kunt toch zien dat jij twee familie bent, hè? Onnozelaar!